Belegging voor de RAM voor eind februari 2020. Het is een algemene legging voor een grote groep mensen, dus het kan zo zijn dat de boodschap niet voor jou van toepassing is. Dus nou ja, als dat niet zo is, dan is dat misschien de volgende keer wel zo. Verder, het is mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. Ik zet de gegevens daarvoor in de beschrijving onder de video. Die sprong eruit. Opties. Misschien heb je meerdere aanbiedingen. Meerdere personen. Waaronder één optie van liefde. Een nieuwe liefde. Of een vernieuwing van de liefde. Maar ga je de juiste beker kiezen? Kies je die beker met liefde? Aan de andere opties, denk ik. Nee hoor, alles voor de liefde. Op je werk misschien? Heb je iemand al ontmoet op je werk? Ik kan ook duiden op inderdaad meerdere personen om uit te kiezen. Misschien is een van die personen al getrouwd met iemand anders. Dan lijkt dat me niet de beste keus, maar je weet het niet. Je hebt één aanbieding van iemand die je niet wil. Waar je niet echt in bent geïnteresseerd. Die hou je een beetje op afstand. Eén iemand die getrouwd is. En ook iemand waartoe je je voelt aangetrokken. Maar je weet niet wie je moet kiezen. En je wil ook niet kiezen. Je blijft liever waar je bent. Maar er komt wel snel iets aan. Ik denk wel dat je snel gaat kiezen. En ook nog een ex. hoeveel opties heb je? Ook nog iemand uit je verleden. En nieuwe personen. Ik denk wel dat je snel een keuze gaat maken. Moet maken ook misschien. Nou ja, moet niet. Maar ik denk wel dat je snel... Er komt iemand die, die wil snel een antwoord van je. En vanaf dat moment gaat het heel snel. Word je ook gedwongen om erover na te denken natuurlijk. En gaat het heel snel met berichten, keuzes maken. Eerlijk tegen iedereen zijn. Dus iedereen aangeven... Wie het wel wordt en wie het niet wordt. Het lijkt wel een... nou ja, nou maar. Maar dat gaat snel gebeuren in elk geval.
En met één iemand heb je echt die kans op een lang en gelukkig leven. En dat is ook de persoon die waarmee het de bedoeling is dat jij verder gaat. Is niet de makkelijkste keuze. Maar zou wel de juiste keuze zijn voor jou. En dat is ook die nieuwe liefde voor jou. Waarmee je ook echt een kans maakt op een leven samen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het is niet de makkelijkste weg. Maar wel de beste keuze voor jou. Passie voor een nieuw begin. Veel aantrekkingskracht, seksuele aantrekkingskracht. Ze hebben die aantrekkingskracht en die liefde. En een lang en gelukkig leven samen. Maar ja, wie is nu de juiste keus? Over wie gaat het? Wie moet je kiezen? Oké, laten we kijken. Yes. De ster. Dus degene die je wil, die je wenst. Als je je ogen dicht doet, degene die je het liefste wil, maar misschien denk je dat je daar juist geen kans bij maakt. Daar maak je dus wel een kans bij. En dat zou jouw juiste keuze zijn. Dus, doe je ogen dicht. Ga al je opties langs. En is er iemand waarvan je denkt dat het niks kan worden? Dat is degene met wie het wel iets gaat worden. Want dat is de juiste keuze voor jou. Nou, spannend. Denk er goed over na. En heel veel succes.